Om 9:15 ochtends moest ik mij melden als hulpmoeder bij de balletvoorstelling van mijn dochter in Theater de Speeldoos. Ik denk dat ik wel 30 meisjes voorzien heb van een rood lipje en roze appelwangetjes en roze oogschaduw. Het is te leuk. Mag ik eventjes de knop laten zien die ik gemaakt heb bij jou en bij 100 andere meisjes? Best knap. Best knap voor mij, toch? Ja, mam. Ik heb het weer voor elkaar. Ik zit weer alleen. Tijd voor een wandelingetje tussen de twee uitzendingen door. Dit is echt waanzinnig. En zoals je ziet, het is echt prachtig hier. Oh. Nou, wie zijn jullie? Charlotte. Marieke. Hi. Charlotte en Marieke. Ja, we hebben net gesport. Even duik maken na het sport. Nou, ja, het is gek. Heel koud. Wow. Oh, nog afkoelen. Super cool. Zeg, wij gaan zo even het voorprogramma verzorgen. Heb je sexy correctie aan? Ja, sexy correctie. Iets corrigeren aan je lichaam waar je niet helemaal tevreden over bent. Zou daar een markt voor zijn? Kan jij nog even net doen alsof je aankomt lopen? Is er iets aan jouw lichaam wat jij zou willen veranderen? Hey Miranda, mag ik je wat vragen? Ja, tuurlijk. Het is misschien een beetje een persoonlijke vraag, ja? Maar is er iets aan jouw lijf, aan je lichaam, wat jij, waar je niet blij mee bent, wat je anders zou willen? Dat vind ik wel goed. Ja, ik even denken of ik dat nu ga zeggen. Clint, mag ik je wat vragen voor mijn vlog? Tuurlijk, oh jee. Ja. Eentje wat een confronterende vraag, Marleen. Nee, ja, ik heb wel wat overtol gezet, want mij heeft wel weggezogen of weggestemen geworden. Ja, mijn voeten, die zijn echt vreselijk. Hier in mijn buik, mag ik daar, even op, daar mag je even op inzoomen. Mijn ogen. En dat zou jij wel weg willen? Ja, dat zou ik wel weg willen laten halen, ja. Mag ik daar even een shot van maken dan? Nee, dat kan echt niet. Maar wat is er vreselijk aan? Ik heb dus hier ooit iets weg laten zagen, zeg maar. Zagen? Hij wordt wel een beetje kaal van boven, dus misschien dat het ooit toch een keer een Gerard Joling behandeling moet worden. Beetje saai, hè? Ja, maar als dat het is, dan ben je een gelukkig mens. Dat sowieso. Ranzig, hè? Dus mijn voeten die zal ik niet snel laten zien. Oh ja, ik zou wel meer haar willen, ja. Natuurlijk. Ja, dat zou ik wel willen. Doe je petje dan eens af. Scary, hè? Het is wel het interessantste antwoord wat ik vandaag... Ja, nou, ben er blij mee. Leuk. Dit is toch een vogel met een heel groot probleem. Wie was dit? Pino? Ja, dat wordt dus weer wasstraatje.nl. Bleh. Echt serieus? Aan mijn lijf ben je niet tevreden over? Ja. Pen en papier. Heb je een uur? Ja. Voor hoe klein ik ben, heb ik echt dikke dijen. Nou, ik heb gewoon dikke dijen. Dat heeft niks met klein te maken, maar ik heb gewoon dikke dijen. Nou, die vraag werd mij dus gesteld in een interview. Ik zou, als ik last had van veel geld, zou ik mijn heupvet weg laten zuigen. Hey, maar dan is er dus gewoon een veel goedkope oplossing. Want het is gewoon zo'n corrigerend pakje of broekje aan te trekken. Dan ben je ook klaar. Heb je een sexy correctie aan? Ja, natuurlijk heb ik het aan. Nou, ik weet niet hoor. Ik zie niet echt verschil. Dankjewel, tante Pet. Links, rechts. 20 stuks. Yes. Dit was de vlog voor deze week. Fijn weekend.